oud-voetballer Wim Suurbier is niet meer. De rechtsback van het grote Ajax van begin jaren 70 werd in april getroffen door een hersenbloeding. De gevolgen daarvan zijn Suurbier gisteren op 75-jarige leeftijd fataal geworden. En daarmee overlijdt er na onder andere Muren, Cruijff, Keizer en Hulshof weer een voetballer uit de gouden Ajax-tijd. Ja, er is echt weer een hele fijne collega overleden. Daar ben ik echt doodziek van. Echt zoveel uit het elftal. Wat een beetje 65 zo gekomen is. Dat doet me echt pijn. Suurbier debuteert in 1964 als 18-jarige in Ajax 1. En groeit daaruit tot de grootste rechtsback die de club ooit gekend heeft. Toch lijkt het er in zijn jeugd helemaal niet op dat Suurbier de hemel gaat bestormen als verdediger. Weet David Ent, die later bevriend raakt met Suurbier. Willem was eigenlijk een aanvaller. Toen hij bij Ajax kwam, was hij al 17, bijna 18. En hij speelde als linksbuiten, mark my words, linksbuiten bij de amateurvereniging Amstel. Bij Ajax werd hij omgevormd tot een rechtsachter. Dat werd geperfectioneerd door Rinus Michels. Die maakte van hem een systematisch aanvallende back. Dus niet iemand die toevallig ook voorin kwam, maar dat hoorde bij het systeem. Naar voren gaan, 1-2 maken met Sjaak Zwart, voorzet. Als Wim mij aanspeelde van achteruit, dan nam ik hem bijvoorbeeld een stap naar binnen. En dan legde ik hem in één keer door en dan ging Wim over die verdedigers heen. Ja, dat was een combinatie, dat konden ze echt niet tegenhouden. Met Ajax wint Suurbier onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Als verdediger scoort hij niet veel, wel geeft hij in de finale van 1972 tegen Inter de assist op Cruijff bij de 1-0. Op Sjaak Zwart na is Suurbier nog altijd de Ajaxiet met de meeste wedstrijden in het eerste. Maar Suurbier was meer dan alleen een goede voetballer. Zo was het duo Krol-Suurbier berucht om de grappen die ze uithaalden. Het leverde de twee zelfs een bijnaam op. Snabbel en Babbel. Nou, je weet het wel. Dus dat, Hoe ontstond dat? Ja, omdat ze altijd geintjes maakten en dan gingen ze zitten en moppen vertellen en ja, allerlei dingen met kaarten. Ze hadden altijd de kaarten bij. Ja, we hebben gewoon een geweldige periode gehad. En daar was Wim ook een van de gangmakers. Als je wil, kan je een boek schrijven over alle gekkigheid die hij heeft uitgehaald. Alle avonturen. En die waren de ene keer smakelijk en de andere keer misschien wat minder smakelijk. En dat hoorde ook bij Willem Suurbeer. Maar hij was altijd oprecht. Je kon altijd, weet je, in Amsterdam zeggen ze goud gemalen. In de loop der jaren verschijnt Suurbeer meerdere keren voor de camera's van AT5. En ook dan is de lach nooit ver weg. Ben je afgetraind vandaag? Dat zie je toch? Ga je dat vragen? Dat vind ik een hele beledigende vraag. Dat zie je toch meteen dat ik afgetraind ben. Nou, ga jij dan eens kijken, ik ben een van de slangste. En ik ben een van de oudste, hè? Kijk Willem, voorgerechtje sla met uitje. Top geregeld. Wat ik heb, is versleten heup had ik. En nu is een nieuwe heup erin. Ja, ik ben ook een oude lul geworden. Dus. Rustig, hè? Ik heb ze uitgedeeld. Huids op zit hij, hoor. Dus dat is, er is bewijs van. Nee. Ja. Nee, nou, van mij naar die spin. Ja, dat is geweldig. Nee, we hebben echt een heel goed mens verloren.